Dames en heren, bijzonder hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rivierenland in Zaken. Raad op welke locatie we zitten. We zijn op locatie in IJzendoorn. En als u niet weet waar dat ligt, dit is echt onderdeel van Rivierenland. Dat geeft iets aan over de uitgestrektheid van Rivierenland. En wij ontmoeten daar ondernemers. We praten met ondernemers. We willen weten wat ze doen, wat hun visie is. Zijn ze duurzaam en zijn ze sportief? Sportief zijn ze zeker, want ze zijn op dit moment aan het wandelen. We komen straks bij u terug. Welkom bij Rivierenland in Zaken. We praten hier met André van den Broek van de Dekkergroep. André, hartelijk welkom. Wat is hier aan de hand? Ja, we hebben vandaag de BIS hebben we op bezoek. Dus de BIS Betuwe in Zaken. En die hebben we uitgenodigd om eens een kijkje bij ons in de keuken te komen nemen. Ja, en dat gaat allemaal vrijblijvend of zit er nog een gedachte achter? Nou, dit is, wij zijn lid van, van BIS en we vinden het heel leuk om te vertellen zeg maar even over wat we doen. En hoe wij met onze activiteiten, hoe wij ja, eigenlijk in het leven staan. En, dat... ja, en wat zijn dan eigenlijk jullie activiteiten? Onze activiteiten zijn dat we allerlei materialen leveren voor de bouw. Dus we zijn echte toeleveranciers hier voor de bouw, zoals dat heet. En dan heb je bij ons over zand, grind, betonmortel, betonwaren en dat soort producten allemaal. Ja, en dan hoor je alles over duurzaamheid, maar wat heeft dat met duurzaamheid te maken eigenlijk? Nou, dat heeft eigenlijk van alles met duurzaamheid te maken, want ja, om al die materialen te winnen en te transporteren, hè, en dus uiteindelijk zeg maar even op de bouw af te leveren, ja, dan moet er natuurlijk nogal wat gebeuren. Dus er gaan heel wat litertjes olie doorheen. En als je dus dat op een andere manier gaat doen en daar veel duurzamer naar kijkt, dan is er ontzettend veel in te halen, zeg maar even, wat je... Aan minder CO2 daarin kan produceren. Nou, Dekker is een begrip eigenlijk in de regio, maar de oude heer Dekker, zoals ik dat zo misschien wat onderbiedig mag zeggen, die is niet meer, hè? Nee, die is in 92 overleden, maar dat was de tweede generatie was dat al. De eerste generatie is gestart in 1918 eigenlijk. En in 1932 heeft de tweede generatie toen overgenomen. En ja, hij is uit mijn hoofd 87 geworden of zo. Dus het heeft nog heel lang geduurd. Dus in 92 is hij overleden. En wij zijn ondertussen de vierde generatie. Maar ja, het zijn allemaal vrouwen bij ons in de familie. Dus alle mannen zijn aangetrouwd. Dus ja, dan verandert de naam verandert automatisch. Hè? Het is een goede zaak om meer vrouwen in de top te hebben. Dus eigenlijk heb ik een fout gemaakt door jou te interviewen. Eigenlijk wel. We zijn dat nu ook helemaal aan het omdraaien. Dus onze vrouwen die komen ook steeds meer in het beeld. Die zijn die plek ook echt aan het innemen. En onze vrouwen, daar komt het vandaan en wij voeren het uit. Dus eigenlijk... We zullen ze ook in de toekomst de vrouwen in ieder geval aan de tand gaan voelen. Ik ga jou bedanken voor je gastvrijheid en veel succes wensen. Oké, graag gedaan. Als je met ondernemers praat, dan hoor je positieve en negatieve geluiden over het economisch herstel. Maar ja, de beste persoon om dat aan te vragen is natuurlijk een makelaar, want die zit er bovenop. Ik praat met Corrie van Renen en die staat hier naast me. Corrie, hartelijk welkom. Even in het kort, je bent makelaar. Men zegt de markt herstelt. Ik wil natuurlijk heel graag weten, is dat zo en waaraan merk je dat? De markt herstelt inderdaad. Waaraan merk ik dat? Ik merk dat heel nadrukkelijk aan het feit dat er meer woningen worden verkocht. Ik verkoop duidelijk meer woningen. En mensen krijgen... Ik heb het gevoel dat het consumentenvertrouwen stijgt. Dat mensen ook weer vertrouwen krijgen in de markt. En mensen zijn ook bereid om uiteindelijk op dit moment een reële vraagprijs te vragen. Jaren is het geweest toen natuurlijk de crisis toesloeg dat de prijzen naar beneden gingen. Mensen waren geneigd om vast te houden aan hoge prijzen. En op dit moment merk ik heel nadrukkelijk dat men ook bereid is om wat water bij de wijn te doen. Dus uiteindelijk te kiezen voor een reële vraagprijs. En op het moment dat men iets terugkoopt, dan merk je natuurlijk dat die vraagprijs uiteindelijk dan ook lager is. Heeft dat nu ook te maken met laten we zeggen, de wat soepelere houding ten aanzien van de verkoopprijs? Of heeft dat ook alles te maken met de hele lage rentestand die eigenlijk steeds nog stabiel is? Ik adviseer mijn klanten dat dit het ideale zeg maar het koopklimaat is. Ja, dat is altijd, dat adviseer je altijd, anders kopen ze geen huis natuurlijk en dan heb je geen transactie. Ja, dat is waar, maar ik denk met name dat je nu merkt dat prijzen toch een dieptepunt hebben bereikt. De markt trekt weer aan, er zijn zelfs al gebieden waar de prijzen echt alweer met een flinke stijging omhoog gaan.
En de rente is absurd laag. Ik spreek op dit moment mensen die kunnen een hypotheek afsluiten 20 jaar vast tegen 2,6%. Nou, als je dat vergelijkt met huren, et cetera, dan is het een futiliteit en is het gewoon, heb je te maken met hele lage kosten. En dat heeft niks te maken met het feit dat je als vrouw ook actief bent, dat je daardoor extra succesvol bent tussen al deze mannen in, of staat dat er los van? Ik vind het een hele leuke vraag. Ik ben een mening toegedaan dat wij als vrouwen meer succes hebben als makelaar. En dat heeft niet per se te maken met je expertise, want die moet je natuurlijk hebben. Maar ik denk dat wij vrouwen een beter inlevingsvermogen hebben en uiteindelijk heel haarfijn aanvoelen wat de klant wil en wenst. En in dat opzicht, ja, sorry voor al die mannen, maar ik denk dat wij het als vrouwen gewoon goed doen. Nou, dat is mooi gehoord. Spreek ik eindelijk eens een keer een vrouw aan en dan krijg ik gelijk lik op stuk. In ieder geval een positief verhaal van een vrouwelijke ondernemer. Naast mij staat Stefan van Uffelen en hij is van MVO Netwerk Beton. Nou ja, geen gevlochten beton, neem ik dan aan. Even in kort, je bent hier op uitnodiging als keynote speaker. Dus jij moet heel belangrijk zijn. Kun je vertellen wat jij dan met duurzaamheid en MVO en beton, wat dat met elkaar te maken heeft? Ja. Nou, we zijn hier op een plek waar de betonsector begint. Ja, dus hier is zandwinning vindt plaats. En dat wordt een gelijk zeg maar, natuurgebied aangelegd. Dat is het begin van de betonsector. En bij MVO Nederland werken we met de betonsector gezamenlijk, van zand tot klant zeggen we wel eens, aan het verduurzamen van die sector. En dat begint dus hier. Hè, dat is heel mooi om te zien, hier in de Uiterwaarden. En het eindigt bij gebouwen. Hè, gebouwen waar wij in werken. En ook weer die sloop van die gebouwen. Hoe gaan we die materialen weer hergebruiken? Nou, daar denken we met de keten gezamenlijk over na. Van hoe kunnen we nou die keten sluiten en gezamenlijk als sector verduurzamen. Ja, en wat denk je hier aan te treffen of wat denk je hier te bereiken door dit te communiceren? Dat beton duurzaam is? Overigens wist ik dat niet. Maar... Nou, kijk, Dekker zit in het netwerk. Dus Dekker is een van de leden. En die wil zeg maar, hun verduurzaming en ook wat de betonsector aan verduurzaming doet, willen ze kenbaar maken. Laten zien dat beton ook met duurzaamheid bezig is. Ik zeg niet dat beton een duurzaam product is. Hè. Dat is eigenlijk geen product, maar het is wel een uitdaging waar we voor staan als sector. Oké, dus ja. We gaan even terug. Dat Dekkerverhaal vergeten we nu even. Mm-hmm. Nu kom ik even terug. Van, wat mijn vraag natuurlijk is, je bent keynote speaker hier. Ja. Maar wat is er nou in hemelsnaam duurzaam aan beton? Nou, de grondstoffen van beton, zand en grind, die worden hier gewonnen. En daar hou je dus recreatieplassen of je houdt een natuurgebied aan over. Dus dat is iets moois wat de betonsector doet. Dankzij de betonsector hebben we gebouwen. He, daar kunnen we in werken en leven. Met beton kan je betonkernactivering toepassen. Dus dat je dus, of vloerverwarming zou je kunnen zeggen in de woning. Waardoor je hoog comfort kan creëren. Dus beton is een belangrijk product voor onze samenleving. Wat niet duurzaam is aan beton, want eigenlijk is dat ook de keerzijde. Is dat bij het maken bijvoorbeeld van cement ongeveer 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot ontstaat. En dat probeer je te reduceren door andere typen beton te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door cementarm beton. Of beton met minder CO2-uitstoot te winnen. Dat zijn eigenlijk heel veel zaken. Er zijn wel 80 voorbeelden die je kan noemen van hoe je beton duurzamer kan maken. Dat is de uitdaging. Je bent heel bevlogen. Mm-hmm. En ik wist niet dat er bij beton zoveel kon kijken. Het enige wat ik zeg, bedankt voor je aanwezigheid. Het was een goed verhaal wat je hield. Mm-hmm. En ik wens je veel succes bij je onderneming. Graag gedaan. We komen de mediamagnaat van Rivierenland tegen. En het wordt natuurlijk tijd dat we daar ook een paar vragen aan stellen. Naast me staat Ton Keuken. Ton, men noemt print nog steeds oude media. Hoe gaat het als mediamagnaat? Nou, ik denk niet dat het oude media is, want print is ook geëvalueerd. En dat gaat nog verder evolueren. Maar wat zeker is, dat er dus een breder spectrum komt. Toch wel radio, tv... Ja, wat verzinnen we allemaal aan social media en noem maar op. Dus we zijn er nog niet klaar mee. Nee, we zijn hier bezig met het zakenprogramma Rivierenland in Zaken. Zie je dat als een kans of zie je dat als een bedreiging? Nee, dit is een kans. Iedere ontwikkeling is een kans. En in iedere ontwikkeling kun je ook je uitdaging zoeken. Ja, jij bent hier ook uitgenodigd door de Business Club. Heb je daar ook enige betrokkenheid bij? Waarom ben je überhaupt lid van een Business Club?
Nou, ik ben vanaf de oprichting ben ik daarbij betrokken. Ik heb ook het grootste deel van de ledenwerving gedaan in het eerste jaar. Ton, de nieuwe initiatieven die er zijn, hè? Je praat over een breed spectrum. Hoe zie je dat zelf? Je bedoelt in het media gebeuren? Of, absoluut, in het cross-mediale gebeuren, zoals ze tegenwoordig zeggen. Ik denk dat je moet proberen om gebruik te maken van alle mogelijkheden die media bieden. En je moet goed kijken hoe kan ik de jeugd raken. Je moet goed kijken hoe kan ik de ouderen raken. Maar ook die middengroep, die is heel erg belangrijk. En de media gaan in mijn ogen, met name ook naar de ouderen toe, een hele belangrijke rol spelen in de zorg. Ja, dat is heel duidelijk. Merk jij overigens dat er een bepaalde opleving is in de economie? Of is dat maar een luchtballonnetje? Ik denk dat het een luchtballon is. Er is nog heel veel, lucht in allerlei zaken. Ik denk dat er geen sprake is van opleving van de economie. Oké, okay, en hoe lang zou het nog duren voor we uit die moeilijke tijd zijn? We komen nooit meer terug op het niveau dat we geweest zijn. Daar geloof ik niet in. Omdat dat eigenlijk een luchtkasteel was. Een soort toren van Babel. Daar komen we nooit meer terug. Maar we zullen wel naar een niveau gaan binnen een aantal jaren waar het enigszins stabiliseert. Dat is mooi. Ik ga, en jij draait dan nog volop mee in de media? Ik draai dan niet meer volop in de media mee. Want ik ben nu heel erg bezig met duurzame energie. En mijn dochter die trekt de kaart van de media. Dus die zal ik binnenkort waarschijnlijk ook wel achter de microfoon krijgen. Als het jouw initiatief is, dan zal het zeker gebeuren. Ja, je zult ze niet met rust laten, neem ik aan. Goed. Dankjewel. Ik wens je goede zaken. Dankjewel. Onderwerp is de wet werk en zekerheid. Er gaat veel veranderen, er is al heel veranderd. Dat begon allemaal in januari, maar het gaat straks nog een stapje verder. Ik praat daarover met Annette Wolters en zij is een Wolters advocaten. En ja, je weet alles van arbeidsrecht, dus wat gaat er veranderen? Nou, er gaat heel veel veranderen. Het ontslagrecht gaat per 1 juli aanstaande veranderen. Dus dat is echt vers van de pers, bijna begint het. En 1 januari jongstleden zijn alle regels al voor de flexwerkers veranderd. Dus mensen met werknemers met contracten met bepaalde tijd. En per 1 juli vindt de meest ingrijpende wijze ging plaats in het ontslagrecht sinds decennia. Dus daar hebben de meeste arbeidsrechtadvocaten, gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten, al nu behoorlijk wat werk aan. En daartoe behoor ik. En straks per 1 juli nog meer. Dus, maar wat gaat er veranderen, was de vraag? De routes gaan veranderen. Vroeger kon je als werkgever kiezen. Kon je bijvoorbeeld kijken, voor die ontslaggrond ga ik bijvoorbeeld naar UWV of naar de kantonrechter. Straks kan dat niet meer. De ontslagreden bepaalt de ontslagroute. Dus bijvoorbeeld bij bedrijfseconomisch ontslag alleen nog maar naar UWV. En als het bijvoorbeeld over dysfunctioneer gaat, alleen nog maar naar de kantonrechter. Er komt een verplichte vergoeding bijvoorbeeld, de transitievergoeding. Dus dat verandert ook. Dat kunnen werkgevers nu nog voor kiezen om naar UWV te gaan. Dan kun je daar nog zonder vergoeding van de werknemer af. Straks kan dat dus niet meer. En er komt hoger beroep bijvoorbeeld, wat nu niet kan bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. En die komt straks allemaal wel. Dus een hele ingrijpende verandering, waar denk ik heel veel werkgevers en ondernemers, mensen die personeel denken aan te nemen, niet vanaf weten nog. En als men daar informatie over wil, het probleem is natuurlijk ook, wat je nu steeds meer hoort, is ook oudere werknemers die min of meer op een plezierige manier of onplezierige manier gedumpt worden. Als mensen met zo'n soort problematiek zitten, is het dan verstandig om een advocaat te raadplegen? Ja, je praat met een advocaat, dus uiteraard is het heel verstandig om tijdig met een advocaat contact op te nemen. Het is niet altijd alleen maar procederen wat een advocaat doet, maar het is ook heel vaak adviseren. Dus op tijd je rechten en plichten weten en daarnaar kunnen handelen. En dat kan voor werkgevers, maar dat kan ook voor werknemers. En heel vaak tijdig kun je nog bijvoorbeeld routes kiezen. En ook nu in het nieuwe recht valt er waarschijnlijk nog wel wat te kiezen. Maar je moet het wel tijdig doen en goed doen. En anders kun je voor hele vervelende consequenties komen te staan. Persoonlijke vraag. Vind je het zelf een verbetering, die transitie? Of zeg je van, dit maakt het alleen nog maar heel erg vervelend?
Ja, ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland, de VAAN. En dat is de advocatengroep van arbeidsrechtadvocaten, gespecialiseerd erin, die echt bezwaar hebben gemaakt tegen die wet werk en zekerheid. Omdat wij vinden dat het eigenlijk geen werk biedt en ook geen zekerheid. Dus geen werk en geen zekerheid. En het is niet een verbetering. Dus het is wel, zoals Fokke en Suk het ook al leuk zeggen, een lawyer's heaven zelfs. Het is nu een lawyer's paradise, maar dan een lawyer's heaven. Maar eerlijk gezegd, voor mijn werkgeverscliënten en mijn ondernemers vind ik het niet prettig. Dus en voor onszelf is het wel weer leuk om natuurlijk een nieuw burgerlijk wetboek te ontdekken en nieuwe regels bij UWV. Dat maakt het allemaal natuurlijk wel weer uitdagend en nieuw. Maar ja, dat wil je graag voor je cliënten wel voorkomen. Dat hoort erbij. Als je advocaat hebt, heb je passie voor je vak. En eigenlijk ben je ooit rechten gaan studeren omdat je vindt dat je niet tegen onrecht kunt. Het meeste zo. Dan is het juridisch nog niet allemaal even eerlijk. We zullen ons binnenkort ook in het programma meer op de hoogte stellen van die veranderende wetgeving. En misschien ook eens wat partijen die positief en negatief overdenken is in interviewen. En ik wil jou hartelijk bedanken voor deze toelichting. Nou, graag gedaan. En dat was mooi op deze mooie omgeving in IJzendoorn. Dus dank je. Ontmoeten op locatie een notaris. Ja, de vraag is allereerst notaris van, ik moet het goed uitspreken, Bethe en Hogenboom. Klopt. Ja. Goed uitgesproken. Helemaal goed uitgesproken. Uit Eck en Wiel. Uit Eck en Wiel. Ja. En wat doet u dan uit Eck en Wiel helemaal in IJzendoorn? Helemaal in IJzendoorn. Nou ja, IJzendoorn ligt toch in ons verzorgingsgebied, omdat we een regionaal kantoor hebben. Wij zijn gevestigd in Eck en Wiel, maar in een straal van ongeveer 40 kilometer om Eck en Wiel heen komen onze cliënten. En dat is ook ons werkgebied. Ja. En speciale reden dat u hier bent bij deze ondernemersbijeenkomst? Ja, toch wel. Ik vind het leuk en belangrijk om de lokale ondernemers te ontmoeten. Om weer even bij te praten met de ondernemers. Om ja, toch de nieuwe dingen te horen, de nieuwtjes. Ik ben benieuwd altijd hoe het vergaat. En ja, hoe het met de economie in onze regio ervoor staat. Ja, want dat is uiteraard wel een punt van discussie. Je hoort sluimerenderwijs steeds meer mensen zeggen, goh, we hebben het ergste van de crisis wel gehad. Merkt u enigszins iets van de revival die aan het ontstaan is? Ja, wij merken dat op kantoor erg goed. Je ziet dat de woningmarkt weer aantrekt. Veel mensen hebben toch jarenlang stilgezeten en willen nu toch een woning kopen. En doordat de rente wat laag is en de huizenprijzen gezakt zijn, wordt het toch voor veel mensen weer bereikbaar. Mensen horen ook van elkaar dat ze weer een huis hebben gekocht en dat het toch mogelijk was om zo'n aankoop te financieren. Al dan niet met hulp soms van familie. En dat trekt toch wel weer aan. En daarnaast zien we ook in de vennootschapspraktijk dat er weer nieuwe initiatieven worden ontplooid, nieuwe bedrijven worden opgestart. Dus je merkt wel dat de regio weer goed in beweging komt. Met andere woorden, er is nog hoop voor ons allemaal. Er is zeker hoop voor ons allemaal, ja. De bedrijvigheid achter mij die gaat nog wel even door. En wij gaan natuurlijk ook nog even door tot in de late uurtjes. We laten ons goed informeren door de ondernemers. En die ondernemers hebben wat te vertellen. En ook nog wat positieve berichten. Gelukkig, er is nog goed nieuws in Rivierenland in zaken. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.